ben Irene uit Nederland. Maar daar ben ik op dit moment niet. Ik ben in Bretagne op vakantie. Dat kan dankzij de organisatie I Lead a Holiday Tour. Een Engels echtpaar heeft hier 6 prachtige appartementen aangepast voor mensen met een handicap. Buiten is het schitterend, de zon schijnt, maar binnen is het ook heel mooi. Kom je mee kijken? Voor de verbouwde katoenmolen. Hier zijn dus die mooie appartementen gemaakt. We gaan hier schuin omhoog naar de entree. Overal mooie bloemen, kruiden. Ik ga nu naar huis. Komen we binnen in de prachtig brede hal. Er zijn 2 appartementen op de begane grond, 2 op de eerste verdieping en 2 op de tweede verdieping. En natuurlijk is er een hele mooie lift. De lift is ook geschikt voor slechthorenden en voorzien van braille en een stem. Het is wel in het Engels, maar u kunt het heel snel begrijpen. Jackie, onze gastvrouw hier, heeft in de hal beneden een kleine bibliotheek. Het is ontzettend leuk wat hier allemaal staat. Natuurlijk is het Engelstalig, maar als je een beetje kunt lezen in het Engels, vind je hier al snel iets wat de moeite waard is om lekker mee de zon in te nemen. Smaakvol met het raam wat zo gekanteld is, dat je de wolken kunt zien. Dit is een kamer waarin geen aangepast bed is, maar een gewoon dubbel bed. Heel smaakvol. Als we naar de andere slaapkamer gaan. En dit is de tweede slaapkamer. Zoals je ziet, prachtig licht en ruim. Heel mooi kantelraam. Waardoor je de wolken ziet. Deze slaapkamer op dit moment bevat een ziekenhuisbed en een tillift voor patiënten. Dat zijn attributen die je hier kunt huren als je ze nodig hebt. Maar als je zegt, ik wil helemaal niets van dit soort spullen in huis, dan wordt het gewoon verwijderd en krijg je 2 eenpersoonsbedden of een 2-persoonsbed voor je in plaats. Wat ook mooi is om te weten, de vloeren zijn hier allemaal van gladde tegels. Zo je hebt helemaal geen problemen met wielen. Geen wielen van je bed of van je tillift of van je rollator. Het gaat allemaal heel makkelijk. En ze zijn gemakkelijk schoon te maken. De woonkamer verbindt de beide slaapkamers. Het is een hele gezellige zithoek. We hebben een bank, een prachtig tuinraam waar de zon je 's morgens kan begroeten. Een groot televisiescherm met veel Engelse zenders. En van hieruit komen we in de open keuken. Je ziet dat er heel veel ruimte is voor de rolstoel om te draaien. Een magnetron, een koelkast, een wasmachine, een keramische kookplaat, een oven en alles wat je nodig hebt om, als je niet uit eten gaat, thuis lekker te kokkerellen.
En er is ook nog een computerhoek. Met een prachtig scherm waar je ook met de rolstoel makkelijk gebruik van kunt maken. En als laatste, de badkamer. En als laatste, misschien wel een van de belangrijkste kamers als je op vakantie bent. De badkamer en het toilet. Dit is een prachtige grote badkamer waar alles kan staan wat je nodig hebt. Er is een douchestoel en er zijn meerdere soorten hier aanwezig. Er is een prachtig aangepast toilet met twee armsteunen. Een grote, mooie wastafel waarop je al je spulletjes kunt neerzetten. De vloer is gemakkelijk. Hij is niet glad, maar wel makkelijk begaanbaar. Het is echt een geweldige badkamer en ik kan het iedereen aanbevelen om hier op vakantie te gaan. We zijn nu aan het eind gekomen van ons filmpje. Ik ga lekker naar het strand. Maar niet voordat ik gezegd heb dat Bretagne een fantastische plek is om te zijn. Ook voor mensen met een rolstoel of mensen die moeilijk lopen, zijn er zoveel plaatsen waar je dicht bij de zee kunt komen. Prachtige terrassen, mooie cultuur en prachtige natuur. Als je niet weet hoe je hier moet komen, vraag Jackie of Carl. En ze zullen je zeker helpen om de problemen op te lossen. En niet vergeten, I need a holiday job.